De auditeur militair heeft kort gezegd de verdachte Boutersen schuldig geacht aan de gepleegde moorden op 8 december. En heeft geëist dat aan de heer Boutersen een straf van 20 jaar wordt opgelegd. Hoe reageert u op de strafeis? Het is een voorstel, niets meer dan een voorstel. Dat is het niet. U bent niet onder de indruk? No. Ik heb begrepen wettig en overtuigend bewezen. Ja, dat heeft dus de auditeur militair geconcludeerd. Dat voor hem, op basis van de getuigenverklaringen welke hij betrouwbaar acht. Hij acht niet alle verklaringen betrouwbaar, maar die getuigenverklaringen die hij wel betrouwbaar acht. Op grond daarvan komt hij tot de conclusie dat de heer Boutersen samen met anderen deze moorden heeft beraamd en heeft laten uitvoeren. Hij heeft wel geconcludeerd dat er geen bewijs is dat de heer Boutersen zelf geschoten zou hebben, maar dat dat ook helemaal niet noodzakelijk is om toch medeplichtig te zijn aan deze moorden en dat hij dus Boutersen voor de volle 100%, om het zo te zeggen, medeplichtig acht aan deze moorden. En dat waren de woorden van de auditeur militair, dat het dus moorden zijn. En dat hij daarom 20 jaar heeft geëist. Het is geen eis, het is een voorstel die hij doet aan de kreisraad. Het is nog steeds de vraag als de kreisraad daarmee akkoord gaat. Wat gaat u er tegenin brengen? Dat zult u wel horen als ik bezig ben. De heer Bachmadas is overleden, dus die staat niet terecht. Maar er is wel aangegeven dat Bachmadas door de auditeur militair gezien wordt als de uitvoerder van de plannen die door de groep van 16, met name door de heer Boutersen, beraamd zouden zijn. Dus de plannen zijn gemaakt door Boutersen, simpel gezegd, en ze zijn uitgevoerd door Bachmadas. En de auditeur militair zegt, je hoeft niet, ook al heb je zelf niet geschoten, dan nog kun je volledig, voor de volle 100% medeplichtig zijn aan de moorden. En dat is het oordeel van de auditeur militair. Gerechtigheid, overwinning, is dat nou dichterbij gekomen? Ja, misschien wel. Gerechtigheid vooral, want er valt hier niets te winnen. Het verlies is al geleden en het verlies wordt nooit meer goed gemaakt. Misschien dat de rechtsstaat Suriname, laat me zeggen, hiermee overwint. In die zin dat dus de stap in die richting gezet wordt. Maar het is voor geen enkele persoon in Suriname, en zeker niet voor de nabestaanden, een overwinning. Maar waar we wel in geloven is dat dit de eerste stap is, inderdaad, naar gerechtigheid. Wat gaat u doen? Ik ga kijken als ik een termijn kan vragen. Het is nog lang niet voorbij? Nee hoor. Nog heel lang niet.